Maar denk vind ik het ook leuk? Ja! Dan doen we eerst deze. Lekker op. Ah, jongens, dit is eng. Wat jammer, de laatste aflevering alweer. Maar ja, dit keer ga ik mijn moeder helemaal naar Rotterdam ontvoeren, waar ze zo meteen een heuse Harry Potter quiz gaat presenteren voor fanatieke fans. Ze weet van niks en ik zeg geen genade, dit is Viva La Mam! Wat komt dat toch lekker uit mijn bek? Viva La Mam wordt mede mogelijk gemaakt door Air Up. Mijn moeder gaat het echt niet leuk vinden. Die verwacht dit weer niet, want die denkt dat wij nu met het hele gezin... Wij komen elke dinsdagavond gaan we met het hele gezin eten. Sorry mam, dat gaan we niet doen. Want ik ga je blinddoeken en dan de auto inzetten. Even kijken of ik er zie. Ja, normaal kan ik ook via de achterdeur binnenlopen. Zullen we dat gewoon doen? Ja. Hey, jullie zijn er al. Ja, ik ben er. Oh jongens, zijn we weer zover. Wat is het weer zover? Wat is het? Is het weer zover? Nee. Hè? Nee. Wat? Heb je iets op te biechten? Nou nee, ik heb zeker niks op te biechten, maar ik wil wel je even ziet er wel jou uit alsof je iets op te biechten hebt. Nou mam, wat als ik jou zou zeggen dat ik jou blinddoek en dat wij even ergens naartoe gaan rijden? Ik wil vroeg naar bed gaan. Wil je vroeg naar bed gaan? Nou, dat zit er helaas niet in. Wat jammer nou zeg. Nou, Annemieke, er zijn belangrijkere zaken dan slapen. Er zitten 300 dreuzels in een Rotterdamse hal te wachten totdat jij op je bezemstil arriveert. Ik ga je halverwege de rit pas blinddoeken, dus dan kun je nog eerst even genieten. Oh ja, ik werd geblinddoekt. Ja, dat doen we zo meteen. Doen we zo meteen. Dan was ik al kwijt. Ja? Oké, daar word je kotsmisselijk van. Ho. Als je hier al kotsmisselijk van wordt, dan is het nog maar de vraag hoe je reageert als je zo meteen onvoorbereid in de spotlights van Quizmaster treedt. Ik zit hier met gemengde gevoelens. Hoezo? Dit is, nou, zeg maar weer een uitje net als vader of moeder en zoon, weet je wel. Gezellig, ja. We gaan iets leuks doen. Ja, maar gaan we iets leuks doen? Kijk. Jij vindt het leuk. Ik vind het heel leuk. Maar ik denk vind ik het ook leuk? Ja! Nou man, ik beloof je, het wordt een spannende avond. Als je dat zegt, ja? Dan voel ik echt nat geit. Hoezo? Heb je enig idee wat het kan zijn? Theater of... Theater. Nou, jij wil een kleine hint. Ja. En ik stel alleen jou de vraag. Ja. Wat is jouw favoriete film? Nou, weet je, een leuke film is Harry Potter. Of Frozen. Ja. Dat is kinderfilm toch? Dat geeft niks. Het is helder in het glazen bolletje van Annemieke. En daarom is het tijd om haar zicht en gehoor af te nemen. Nou, moeders, dus een hele equipment. Nou, doen we eerst deze lekker op. Oh. Ja. En dan komt deze er ook nog even in. Die moet ik even wat strakker trekken. Zie je helemaal niks? Ik zie helemaal niks. Hoeveel vingers steek ik op? 5. Nee. Oké, op naar Rotterdam, waar nu 300 fans van Harry Potter staan te wachten op de komst van mijn moeder. Stefan en Thomas, we gaan heel even over naar jullie. Want jullie gaan het als het goed is allemaal uitleggen aan de mensen in de zaal. Wat zijn we aan het doen? Oprecht, wat ben ik aan het doen? Ja, ik weet het ook niet meer. Oké. Okay. We staan ergens in Rotterdam, bij Hollywood Parks Centrum. Ja. Daar is een Harry Potter quiz. Ja, leuk. En je raadt het nooit wie hier zo meteen komt. Nou, ik denk dat Annemiek hier komt. Ja. En die gaat een gedeelte van die quiz doen. Wij zijn er gewoon om te kutten en wij zien eruit, mocht je het nog niet geraden hebben, ik ben Hagrid. En jij bent? Snape. Maar wij moeten het nu vinden binnen. Dan moeten we iedereen even vertellen wat het plan precies is. En dat ze stil moeten zijn bij ronde 4, want die gaat Annemiek presenteren. Nou, goed verhaal mannen. Kraakhelder. Echt best wel, er zijn best wel veel mensen. Het zijn echt fucking veel mensen. Oh, erg. Zo, maar dit gaat zijn niet leuk. Ik kan oprecht toveren. Kijk, als ik zo doe, Expelliarmus, dan kon je hier zo'n vlammetje op mijn toverstok. Expelliarmus. Kijk, Expelliarmus is hier weg. Fantastisch, hè? Magie van topniveau, Thomas. Laten we hopen dat Annemieke haar rol zo meteen ook op magische wijze kan gaan vervullen. Goed, we zijn op locatie. We hebben één hoofdrolspeler nodig en dat is mijn moeder. Mam. Ja? Kom, hier is mijn hand. Ja? Ja?
Oh, wat Zit het op je oor? Oké, hou me even goed vast, want je hoort me nog wel als het goed is. Ik hoor jou nog wel. Oké, doe je arm om mij heen. Ja. Hou me stevig vast. Ik vind het doodeng, maar ik kan ik lopen? Ja, jij kan lopen, mam. Ik kan jou vertellen dat je dit heel leuk gaat vinden. Ik geloof er nog niks van. Ja, het is natuurlijk niet gek dat Annemieke na 3 afleveringen het vertrouwen in haar zoon kwijt is. Maar goed, we zijn toch al bezig. Dus Hagrid, tijd voor jou om de Harry Potter fans te instrueren. Wat lief, dank jullie wel. Goedenavond allemaal, ik zal ons even voorstellen. Ik ben Hagrid en dit is Snape. Onze lieftallige collega Giel, die wil vanavond zijn moeder in de maling nemen. En nou gaat hij weer naar beneden. Zij is geblinddoekt. Wij zetten hier haar straks op het podium neer. En zij gaat dan voor jullie de quiz doen, maar ze is niet voorbereid. En als die blinddoek dan afgaat, dan gaan we heel hard klappen. En dan staat zij hier waarschijnlijk met de bek vol tanden en dat is superleuk. Oh, ik sta direct ergens op het podium of zo. Nee. Zo, maar dan ga ik je even hier kijken. Mam, hier, als je hier voelt, er zit een stoeltje of een bankje. Ja. Ja, daar kun je gewoon even op gaan zitten. Sta ik direct ergens in een of andere theaterzaal? Mam, gaat het goed? Nee. Nee? Gaat het niet goed? Ja. Daar heb je een deur dichtgemaakt of zo. Hagrid en Snape, oftewel Stefan en Thomas, besluiten nog één keer de sfeer te polsen. En Giel gebruikt die tijd om zichzelf en zijn moeder om te toveren. Ik weet van niks, doe de deur open, staan 4 man. Wanneer moet ik nou tevoorschijn komen? Ja, maar je kunt heel helpen. Giel? Ja? Ja. Zou jij heel even willen staan, alsjeblieft? Wat heb ik... Oh, wat krijg ik aan? Wat krijg ik aan? Oh, Giel, wat ben je toch... Wat ben je aan het doen? Ja, perfect. Ja, top. Ja. Wat is dat gerammel? Wat? Wat is dat gerammel achter? Dat gerammel, dat is je bril. Nee, dat is niet mijn bril. Dat is je bril. De eerste persoon, wilt u zich alsjeblieft herkenbaar maken? Het komt goed. Oh, dat is Stefan. het komt echt wel goed, Annemiek. Oh ja. 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 Ja, je weet nog steeds niet wie het nee. is. Nee. Ach, het zullen wel de zenuwen zijn. Gelukkig is je zoon altijd bij je. Oh, wacht, die is al naar het toilet gevlogen. Goed. We gaan zo meteen een heuse Harry Potter quiz spelen met mijn moeder. Alleen ik lijk nog helemaal niet op Harry Potter. Heeft Harry Potter links of rechts litteken? Hier hè, denk ik. In het midden? Oh. Ja. Dus even kijken of mijn toverstaf ook werkt. Aqua Pruvio Citroeni! Aqua Pruvio Citroeni! Aqua Pruvio Citroeni! Kijk. Nou, hè? Het is net magie, hè? Ze maken vanuit geur. Wat is het andersom? Het is net magie, hè? Van geur naar smaak. Mm. Hoe gaat het hier? Is mama oké? Ja, ja. Wat heb je aan, mam? Een tovenaars. Ja. Tovenaarscape van Harry Potter. Echt, de Harry Potter heb ik straks geroepen, hè? Voor films. De zaal is er klaar voor, dus het is tijd voor Annemieke om een betoverende entree te maken. Oké, moeders. Kun je even gaan staan, alsjeblieft? Ja. Ik ben zo zenuwachtig, Giel. Komt goed. Hou me vast. Ik zit hier met gemengde gevoelens. Mag ik jou de rechter arm geven? Ja, jij mag mij de rechter. Want dat voelt beter. Nou, mam, ik beloof je, het wordt een spannende. Ah, jongens, dit is eng. Even wachten. Ja, ik loop voorzichtig, hè? We gaan even een trapje op. Ja, ga even een trap. Groot, mam. Groot, wacht. Nee. Ja, één trap. Oh, dit is echt wel. Er zijn 3 treden, mam. Nog eentje. Ja? Komt u maar. Ja, we zijn er bijna. Ja, het is doodstil ineens. Mam,
Je moet ronde 4 even presenteren van de Harry Potter quiz. Dus succes! Hier heb je je bril. Ik moet mijn bril. Ja. Jongens, waar ben ik hier? Waar ben ik hier? Round 4. 4. General questions. General questions. Goed zo, man. Goed zo. Oh. Hey, ik zit in een Harry Potter scène. Ja. Als welke klasgenoot stelt Harry zich voor aan Sjaak Stuurman? Oké, wie weet het antwoord erop? Ik was toch quizmaster, of niet? Moeten jullie al het antwoord geven? Oh, oké. Ik begreep hem nog niet helemaal. Even, excuus. Ik doe mijn best. Moet klikken. Oh, moet ik invullen? Waar moet ik? Nee, klikken. Ja, kijk. Ah. Sorry mensen, ik doe dit niet dagelijks, dus jullie hebben even geduld oefenen. Hoe wordt dit magische vuur genoemd? Ik zie geen magisch vuur, maar ik weet bij God niet wat ik hier doe. Heeft iedereen überhaupt iets ingevuld? Helemaal niet? De uitwerpsel van welk vaderbier? Ho, 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 ho. Je gaat te snel. Maar beste mensen, schiet dan toch een beetje op. Waar ziet Harry Ron voor het eerst? Nou, die weet ik zelfs. Op het scherm. Nee! Moeder! Je moet het niet voorzeggen. Oh, ik ben blij dat ik ook iets weet. Goed mensen, volgens mij zit mijn rol hier aardig op. Willen we haar nog één keer een groot applaus geven? Dankjewel, moeder. Wat goed, hè? Wat een leuk programma, hè? Superleuk. Hey, dat deed jij goed, hoor, hè? Dit deed jij goed. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Wow. Wat dacht jij toen de blinddoek afging? Ik wist helemaal niet waar ik stond. Wat een stelletje. Wat een rare bedoeling. Maar je zat in een Harry Potter fanquiz. Eerlijk waar? Ik denk dat jij professioneel quizvoorlezer kan worden, hoor. Ja, zeker. Ik vond het erg goed. Ik vond het echt ook lekker bij de hand, vond ik. Ja, ja. Het is echt super bij de hand. Nou, deze weten jullie wel, toch? Ja, oké. Ik dacht, wat ben ik toch in godsnaam terechtgekomen? Ja. Hé, man. Dit was het dan. Ik vond hem superleuk. Vond hem echt heel leuk oprecht. Weet je, dan hebben we de serie goed afgesloten. Toen ik eenmaal mijn draai, dacht ik van, ja, weet je, maakt me niks uit. Ik wist bij God niet wat voor zootje ongeregeld ik daar voor mijn neus had. Echt waar. De hele zaal zat vol mensen, hè? Toch ver achterin, hè? Maar mam, heb je genoten van deze serie? Ik heb genoten. Nou, nee, ik heb genoten van Je hebt me vanavond. Nog niet onterfd, volgens mij, toch? We kunnen nog steeds rond de tafel. Jawel, dat heb ik al lang gedaan. Oké. Nou mam, dan geef ik jou de allerlaatste woorden. Houd kort, alsjeblieft, van deze serie Viva La Mam. Ja. Wat is jouw turn? Ik heb vanavond echt genoten. Ik vond dit misschien nog wel de grappigste, de leukste uitzending waar ik zelf ook niet helemaal voor joker stond. Oh, nou, lekker. Applaus voor Annemiek, jongens! Ja. Lekker! Nou, deze ode aan Viva La Bam zit erop. En voer deze pranks vooral niet bij je eigen moeder uit. En als je het wel doet, film het. Houden we! Het zit er weer op. Viva La Mam. Jawel, een ode aan mijn moeder. Mam, dank je wel dat je hier toch ongevraagd onderdeel van was. En ik wil ook eventjes toch erg bedanken voor het mogelijk maken van deze gruwelijke serie. Dank je wel. En wil jij nou ook kans maken op een erg prijspakket? Ga dan even naar de StukTV app en laat daar even weten hoe jij ons man enorm in de maling zou nemen. Lieve mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van de serie. En nou, wilde ik eigenlijk met mijn toverstap simsalabim naar huis. Maar dat moet helaas met de auto. Ciao!